Hey allemaal, vandaag een zwangerschapsupdate die lang verwacht is. Ik heb elke keer maar blijven uitstellen omdat er elke keer weer een nieuw onderzoek kwam en een nieuwe afspraak bij het ziekenhuis bij kwam. En dan telkens dacht ik zal het nadien doen, dan heb ik wat meer nieuws om te vertellen. Maar dan blijf je uitstellen. Dus vandaar gaan we er vandaag gewoon in vliegen. Vandaag was zo'n dag dat ik dacht ik ga vandaag voor een natuurlijk neutraal lookje gaan. En dan hebben we een zeer... cat-eye-achtige look gemaakt met blauw en rode lippen erbij. Niet helemaal wat we verwacht hadden, maar I like it. I like een beetje glamour. En ja, ik vind eigenlijk blauw ook schijnen met rode lippen. Ik weet dat dat not done is voor velen van jullie. Ik vind het leuk. Ik vind het tof. Dus ik ga het gewoon dragen. Goed, zwangerschapsupdate. Ja... Oké, ik ga dus een aantal maanden terug moeten gaan, omdat het nu al even geleden is dat ik gefilmd heb natuurlijk deze update. Ik ben op dit moment 31 weken en 4 dagen zwanger. Uiteraard wanneer de video online komt, kan het iets verschillend zijn. Zal het eerder naar de 32, 33 weken zijn? Hopelijk haal ik die datum ook en beval ik niet intussen tijd. Waarom zeg ik dit? Omdat mijn vorige zwangerschap met mijn zoontje ben ik op 31,5 week bevallen. Dus dit is een beetje een spannende periode voor ons. Ik zit zo een beetje van, ik ga toch niet bevallen, Maar voorlopig zullen we het nog even allemaal in ons houden. Oké, tot mijn vorige update was eigenlijk alles normaal, prima. Nu, ik krijg extra onderzoeken en extra echo's omwille van het feit dat mijn vorige zwangerschap dus heel vroeg was geëindigd. Wel goed geëindigd. Ik heb een zoontje, pracht van een kind. Daar kan ik ook heel veel over vertellen, maar dat gaan we nu niet doen. Ik kan ook altijd mijn andere updates van mijn vorige zwangerschap bekijken. Dus mijn eerste zwangerschap, mijn bevallingsverhaal, al die dingen, die zal ik hierboven, een van de twee, ik denk deze kant boven, wel even in de cards zetten. En ook mijn vorige updates kan ik hier van boven zetten, zodat je daar gemakkelijk op kan klikken. En die video's ook kan bekijken, moest je geïnteresseerd zijn. Genoeg zelfpromotie nu, over naar de video. Goed, dus ik krijg extra onderzoeken om te zien of alles wel goed verliep. Tot en met nu ging, dus die afspraak ging alles goed. Het was toen ook een heel drukke periode bij mij op het werk, net de periodes voor de examens. Dat zijn altijd een beetje stressvolle periodes, want je wilt je eindtermen en zo willen behaald hebben. Je wilt nog net die laatste leerstof in je leerlingen kunnen pompen, vooraleer dat ze aan het examen willen beginnen. Niet altijd heel goed voor de leerlingen, besef ik ook wel, probeer ik ook zo veel mogelijk te vermijden. Maar ja, je weet, soms kan het niet anders. In ieder geval, een vrij drukke, hectische periode. En ik voelde mij eigenlijk goed, ik voelde mij... normaal, ik zal het zeggen, ik had niet echt de indruk dat er iets mis zou zijn of zo. Dus ik ging naar de afspraak en tijdens de echo het kindje, alles in orde, perfect normaal. Dus alles heel goed, tot ze de baarmoederhals gingen meten. De baarmoederhals mag maar een maximum aantal millimeters kort zijn, zal ik zeggen. Dus ze moet binnen een bepaalde marge zitten. En in een korte tijd was eigenlijk de baarmoederhals enorm gekrompen of enorm kleiner geworden. Wat natuurlijk een indicatie zou kunnen zijn dat je gaat bevallen. Wat we op dat moment zeker niet wouden. Hij was nog net op de limiet. Dus het was eigenlijk nog net oké. Maar hij mocht zeker niet korter worden. En ook de periode waarin hij was gekrompen was wel heel snel. Toen heeft de dokter eigenlijk voorgesteld om te stoppen met werken. Ik heb toen gezegd, dat doe ik niet. Ja, nu gaan jullie... ik weet het. Maar... het was ook net voor de examens. Ik had zoiets van, ik kan mijn leerlingen, ik kan mijn collega's echt niet in de steek laten op dat moment. Ik heb toen gewoon gezegd, kijk, ik ga het heel rustig aandoen. Het zijn nu examens. Ik moet niet veel trappen doen. Ik ga niet veel... de stress gaat zo dadelijk weggaan. Het zijn nog 4 weken. Het was nog 4 weken effectief dat het schooljaar zou duren. Dus ik had zoiets van, het is niet het moment om nu te stoppen. En ik was ook helemaal niet van plan te stoppen. Dus ik heb tegen die dokter gezegd, sorry, dat gaat nu niet. Ik moet mijn 4 weken nog uit kunnen doen en dan zal ik heel veel rusten. En dat beloof ik. Maar nu moet ik even volhouden, dus ik heb dat ook effectief gedaan. Ik heb toen ook wel een zeer zware dosis weerremmers voorgeschreven gekregen. Bij mijn vorige zwangerschap nam ik ook al weerremmers, maar een minder zware dosis. Deze dosis was 3 keer zo zwaar dan wat ik vorige keer genomen had. Toen heeft het ook niet geholpen, dus vandaar misschien nu ook de zware dosis. En die ben ik toen gaan nemen. En
Het nadeel van die weerremmers is dat je daar enorm suffig en enorm moe van wordt. Dus dat heb ik toen wel enorm ook gevoeld. Nu ook nog, maar ik ben nu thuis, dus nu is het ook minder erg als je op vakantie wat suffig bent. Ja, dat is minder erg natuurlijk. Hè? Dus dat heb ik toen beginnen nemen en ik ben toen wel nog blijven werken, maar ik heb het toen wel rustig aangedaan. Niet te veel inspanningen gedaan. Ik heb ook, mijn collega's wisten het ook wel van, kijk, je gaat misschien deze periode iets minder op mij kunnen rekenen. Ik blijf er nog wel, ik ben er nog wel, maar ik moet het wat rustiger aandoen. En dan hadden we een aantal weken later terug een echo om te zien of dat mijn medicatie uiteraard ook wel aansloeg. Of dat het niet nog korter was geworden. En toen was eigenlijk de baarmoederhals niet meer verkort. En heeft de medicatie wel aangeslagen. Dus dat was eigenlijk toen heel erg goed nieuws. Dus op dat gebied alles in orde. Oef, eindelijk kunnen ademhalen. We zijn terug helemaal goed en wel. Daarna had ik nog een andere test, zoals dat de meeste zwangere vrouwen wel weten. In België moet je een suikertest doen. Dat is eigenlijk een test om te zien of dat je zwangerschapsdiabetes zou mogelijk kunnen hebben. 1-2% van de zwangere vrouwen die ontwikkelt tijdens de zwangerschap zwangerschapsdiabetes. En bij ons in België, of in mijn ziekenhuis, ik spreek natuurlijk enkel uit mijn ervaring. Bij ons in het ziekenhuis is dat een verplichte test om dus te kijken, om na te gaan of dat je dat hebt. Wat moet je dan doen? Dan moet je naar het ziekenhuis gaan. Moet je een beker met glucose siroop drinken. Het is afschuwelijk. Ik ben daar altijd al zo ziek van geweest en misselijk van geweest. Je moet ook min of meer nuchter zijn. Dus ja, het is niet de fijnste test om te doen. Ik had die dus gedaan, net voor ik op vakantie vertrok. En die eerste test is eigenlijk een algemene, korte test om te zien of dat je mogelijk zwangerschapsdiabetes hebt. Dat is dan nog niet uitgesloten, ja of nee, dat is geen zwart-wit resultaat op dat moment nog niet. Maar je moet dus die test doen. Dus zoals mijn vorige zwangerschap doe ik die test en ik denk, gedaan en la 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 en ik vertrek op vakantie. Op vakantie word ik dus opgebeld door het ziekenhuis. Mevrouw, uw test was positief, dus u moet terugkomen voor die test, een uitgebreidere suikertest opnieuw te doen, om dus te kunnen uitsluiten of dat je effectief zwangerschapsdiabetes, ofwel dat is een suikerziekte. Ik weet niet of dat je bekend bent met de medische termen. Ik ben dus ja, op vakantie, ik zeg ja oké. Ik had zelf de telefoon niet opgenomen. Het was mijn man die het allemaal geregeld had, want ik stond onder de douche terwijl ze belden. Dus dan heeft mijn man een nieuwe afspraak geboekt bij het ziekenhuis. En om dan die uitgebreide suikertest te doen. Oké, we gaan dus een anderhalve week later natuurlijk, want er zat veel tijd tussen. We gaan dus naar het ziekenhuis en ik doe die heel uitgebreide test. Ik ben toen zo ziek geweest. Je moet dan 100 gram suiker opdrinken. Dat is enorm veel. Dat is enorm. Op een nuchtere maag, je mag dus ook niks eten of niks drinken voordien. Dus dat is echt enorm. Oh, ik word daar zo ziek van. Het gevoel om dat ik terugdenk aan die test is gewoon al. Wordt er me al helemaal misselijk van. Het is gewoon afschuwelijk. Ik kan er geen andere woorden voor zeggen, maar ik ben er toen heel ziek van geweest. En dan trekken ze om het uur. Dan moet je daar 3 uur lang zitten en trekken ze dus om het uur bloed. Dat heb ik vergeten te zeggen, bij die vorige trekken ze natuurlijk ook bloed. Anders kunnen ze geen resultaten te weten komen. Uiteraard, logisch. En dan trekken ze dus om het uur bloed en bekijken ze dus de waarde van je glucose in je bloed, of dat die te hoog zijn of te laag zijn. Wat kan zo'n zwangerschapsdiabetes veroorzaken? Ja, het is niet altijd even duidelijk hoe dat het komt, maar de uitleg die ik gekregen heb is dat je lichaam het al heel zwaar heeft met de zwangerschap op zich en dat omdat je lichaam het zo zwaar heeft, je pancreas, die dus het insulinegehalte in jouw bloed gaat in balans brengen, gaat dus eigenlijk niet meer goed functioneren. Wat is het gevolg? Jij krijgt die suiker niet verwerkt in je lichaam. Je krijgt enorme schommelingen, vermoeidheid en pieken energie en vermoeidheid wisselen elkaar af. Maar ook die suiker die je dus over hebt in je bloed gaat naar je kindje gaan. Dus wat is het gevolg meestal? Dat je een vrij zware, grote baby zult krijgen en dat je ook meer vruchtwater kunt produceren. Dat zijn eigenlijk de gevolgen ervan.
Dus die tweede test gedaan. Dan ben ik, want ik ben maar een aantal dagen thuis geweest vorige maand. Het is echt een heel drukke maand geweest. Ik ben permanent weg geweest. Als ik thuis was, zat ik precies in het ziekenhuis. Of zat ik hier met mijn zoontje. En dan is filmen ook wat moeilijk geweest. Dus jullie hebben mij deze maanden niet zoveel gezien. I know, I know. Dus die lange suikertest, we doen hem helemaal. En dan was ik maar een paar dagen thuis. Want dan ben ik eigenlijk voor een aantal dagjes naar Londen vertrokken. Mijn man moest daar zijn voor het werk. Een beetje zakenreis. En ik wist dat hij naar Londen ging. Ik zeg, oh schatje, ik heb vakantie. En na heel lang zeuren ben ik uiteindelijk toch meegemogen. Hij heeft dan zijn werk gedaan terwijl hij moest werken. Wat ben ik gaan doen? Gaan shoppen, uiteraard. Komt nog wel een shoplog online. Hopelijk mijn video hierna gaat een shoplog zijn. Fingers crossed, fingers crossed. Ik kan niks beloven, want als ik het beloof, dan gebeurt het niet. Bij mij is het altijd zo. Dus ik hoop dat die online komt. We zullen het zo zeggen. In ieder geval, we doen dus die suikertest. Nee, dus we vertrekken naar Londen. Ze bellen mij op in Londen. Ja, mevrouw, sorry, u heeft 2 keer positieve waarden. Dus u bent zwangerschap diabetici, of hoe zeggen ze dat? Dus je hebt zwangerschap diabetes. Je moet naar het ziekenhuis terugkomen voor heel de uitleg te krijgen. Wat je wel mag, wat je niet mag. Dieet te doen, et cetera, et cetera. Oké. Okay. Dus weer een afspraak geboekt voor wanneer ik terug was van Londen. Dus naar het ziekenhuis gaan, voilà. Zwangerschap diabetes. Dus ik ben nu op een vrij streng dieet gezet. Om ervoor te zorgen dat ik ook zonder insuline spuitjes mijn zwangerschap verder kan zetten. Dat is toch wel beter als je het gewoon enkel met diëten kan oplossen. Dus bij mij is het gewoon gedaan met chocolade. Gedaan met alles wat lekker is. Ik kan jullie nu al zeggen, ik vind dit zo moeilijk. Ik ben echt een snoepkont. I love it. Ik denk dat ik bijna zo graag snoep als dat ik van make-up hou. Nee, dat is eigenlijk wel een heel groot statement. Ik hou eigenlijk veel meer van make-up. Ik moet kunnen kiezen tussen nooit meer in mijn leven snoepen of nooit meer in mijn leven make-up kopen en dragen. Dan weet ik wel dat ik nooit meer in mijn leven zal snoepen. Kan alleen maar ten goede komen. Dus voorlopig dus ben ik echt volledig moeten stoppen met alles van suikerhoudende lekkernijen. En ik ga eerlijk zeggen, ik vind dat ik het nu al zie in mijn gezicht. Het zal waarschijnlijk het placebo-effect in mijn hoofd hier zijn. Maar ja, dus volledig gestopt met alles van lekkers. Ook mijn koolhydraten mag ik maar in heel beperkte porties opnemen. Maar voorlopig loopt alles goed. Ik heb nog niet opnieuw naar het ziekenhuis moeten gaan voor de diabetica. Of wat is het nu? Voor de suikerziekte zelf. Maar wel al telefonische afspraken gehad om mijn waarde door te geven. En het was allemaal goed. Dus dat is heel erg fijn. Dat dat toch werkt, dat zware dieet van niet meer snoepen. En heel weinig lekkere dingen eten. Goed, het is niet gemakkelijk. Ik moet soms mezelf wat aanpassen. Zoals ik had onlangs een begrafenis waar ik helaas naartoe moest. En ja, dan is er altijd zo'n koffietafel met lekker van die pistoletjes en zo. Ja, ik zat daar met mijn slaatje omdat ik niet zoveel mocht mee eten. Maar ja, goed, dat zijn van die dingen die je moet doen. Je doet het voor jezelf, je doet het voor de baby. Ik ben er nu een paar weken mee bezig en het gaat eigenlijk vrij goed. Dan, een andere update over de zwangerschap. Oké, dat was dus de zwangerschapsdiabetes. Dus ik ben one of the lucky ones die het heeft. In ieder geval, dan had ik gisteren nog een gewone afspraak, gewone echo ook nog eens om alles te gaan controleren. En bij het kindje is alles oké. Op dit moment weegt het kindje 1 kilo 600. Dus dat is exact evenveel als Victor toen hij geboren was. Die was natuurlijk ook op exact dezelfde moment geboren. Dus het is grappig dat die dan even groot en even zwaar zijn. Dus dat is ook een perfect normaal gewichtje voor op deze leeftijd, op deze moment. Dus dat is heel erg goed. Het is nog steeds een meisje. Ze hebben nog altijd niets van veranderingen gezien. Dus het blijft nog steeds een meisje. En ja, het enige wat wel een beetje afwijkend was, dat was dat mijn vruchtwater aan de lage kant is. Dus ik heb wat weinig vruchtwater en daarvoor moet ik nu weer over 2 weken een nieuwe echo laten maken om te kunnen kijken of dat niet verminderd is. Want het zit ook weer op de limiet. Ik kan voorlopig zelf niets doen om dat vruchtwater wat meer te boosten. Dat kan ik voorlopig niet doen.
Het is wel heel vreemd, want mensen met zwangerschapsdiabetes, die hebben over het algemeen meer vruchtwater. Bij mij is er minder vruchtwater. Dat is weer zoiets, ja, hoe komt dat? Ik weet het niet, ik kan het niet zeggen. Ze konden het mij daar ook niet zeggen. Dus wie weet, ja, ben ik gewoon te streng aan het diëten en gaat mijn vruchtwater erop op achteruit. Ik weet het niet, nee, ik ben zomaar wel aan het zeveren. In ieder geval, ja, dat is dan ook weer een complicatie. Ik wil dat geen complicaties noemen, want er zijn zoveel ergere dingen dan dit. Maar ik wil jullie gewoon een beetje op de hoogte houden. Moest je zelf ook aan kindjes beginnen zwanger zijn, zwanger willen worden in de toekomst, dan heb je misschien al eens iets gehoord over bepaalde dingen van iemand anders. Ik ben geen pro hierin. Ik heb ook niet de beste adviezen, maar dan heb je er toch al eens over gehoord. En als je dan bijvoorbeeld zelf in dezelfde situatie zit, kan je mij natuurlijk ook misschien wat vragen stellen, maar ik ben niet zo heel goed in mijn antwoorden van altijd op al mijn video's. Sorry, ik heb soms zo... Ja, ik heb het daar soms heel moeilijk mee. Ik moet er gewoon meer werk van maken. Op mijn reacties reageren. Want ik ben heel dankbaar voor jullie reacties, dat wil ik toch wel even zeggen. Ik ken ook jullie namen, ik weet wie jullie zijn. Mensen zoals Heidi, mensen zoals Sarah, ik zie dat, ik weet dat. Paulien zie ik ook dikwijls. Ik ken jullie, ik weet wie jullie zijn, dus ik ben jullie enorm dankbaar. Even dat tussendoor, wat een random video weer al. Ik kan echt niet gestructureerd vertellen, sorry. Zo, dit was mijn update video. Ik heb niet meer te vertellen. Ik denk dat de video lang genoeg is geweest met al mijn tussendoor raar gemompel en gepraat. Ik kan echt niet gestructureerd iets vertellen aan jullie. Mijn excuses. Goed, ik ga jullie gewoon laten en ik zie jullie graag terug in uiteraard weer een volgende video. Tot dan! Dag!